Stichting Carnaval Hank viert hun 44-jarig jubileum. Op vrijdag 10 november organiseerden ze daarom een speciale middag. Tijdens deze middag werd er een nostalgische raad van 11 geïnstalleerd, met als prins Wim de Jong. Ook waren er onthullingen van een entreebord en een standbeeld van en voor de Knusterrooiers. 3, 2, 1. Ja, en vanaf nu is het Uivennest niet alleen het Uivennest. Maar hoe was dat nou vroeger, het carnaval in Knusterrooiersland? Ja, als je dan na 23 jaar weer geïnstalleerd wordt als prins, als je 6 jaar in de Raad van 11 gezeten hebt, van 1988 tot 1994, ja, dan zie je de verschillen wat er in zo'n dorp gebeurt. En de homogeniteit die bij het carnaval, die blijven toch wel, hè? Het elkaar vasthouden, het met elkaar dansen, met elkaar hossen, zonder verschil van inkomen of rang of stand. En ik vind dat in zo'n dorp als in Knusterrooiersland, zoals het tijdens de carnaval heet, dat moeten we echt omarmen en dat moet wel zo blijven. Als je dan ziet naar de verschillen, als je kijkt bijvoorbeeld ook naar de optocht van deze tijd en de optochten zo'n 23 jaar geleden, zit daar wel verschil in. We hadden toen ook meer wagens. Ja, de verenigingen, de vrijwilligers worden wat minder. Dus er zijn nu veel meer loopgroepen als wagens weer. En dat is wel een heel groot verschil wat ik zie. Als ik ook zie bijvoorbeeld de bijeenkomsten op zaterdagavond in de kerk, dat hoort ook bij carnaval. Dat heb ik ooit ingesteld toen ik in de raad zat als prins. En dat doen we nog steeds. Toen zaten er 700 in de kerk en nu nog 150. Dus daar zie je ook wel ook weer de aftakeling van, wat gebeurt er nou in zo'n 23 jaar? Nou, ook zoiets gebeurt in die 23 jaar. Maar wat me deugd doet, dat is dat ik de Raad van 11, de nostalgische Raad van 11, weer op poten heb. Tijdens één telefoontje gewoon allemaal er zijn. Dezelfde raad. Nou, we hebben natuurlijk 6 jaar met deze raad opgetrokken. Door met carnaval op vrijdag bij de scholen begonnen. En op dinsdags afgesloten. We hebben ook in die tussentijd de jeugdraad opgericht. In die tussentijd dat ik prins was, is het ook de grootste knoest. Die draait ook nog steeds. Het Krakersfestival hebben wij ingesteld, wat het nog steeds doet. Nou, het Zouwelen, dat deed het al, maar dat zal nooit vertrekken. Dus wat dat betreft, als je echt carnaval wil vieren in het land van Altena, dan moet je in Knusterrooiersland zijn. 11, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Kun je in één krachtige zin zeggen voor de mensen die ook binnen zitten, wat zien we hier? We zien hier de knoest zoals je ontworpen is door Hendrik van Sint Maarten, de oprichter van Stichting Carnaval. We proberen daar een uiting aan te geven en deze aan het publiek en aan de bevolking van Hang te geven als dankbaarheid voor degene die ze altijd ondersteund hebben.